En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Vers 1 van hoofdstuk 12 uit de Openbaring van Johannes. U zult het ongetwijfeld kennen. Welkom in onze abdij. Net als ik stond ook de prior perplex van deze eerste kennismaking. Nog voordat wij zelfs maar onze handen konden uitsteken, vervolgde hij: Weet u dat de beschrijving die Johannes hier geeft mij altijd doet denken aan een specifieke kaart uit de tarot? U weet dan toch wel waar ik het over heb? We knikten beiden ja. Het betreft sleutelkaart 2 van de grote arcana, de hoge priesteres. Kan het Isis zijn? Ik herinner me dat de afbeelding van deze kaart een vrouw toonde. Die zat op een soort troon met aan de beide zijden een pilaar. Op de linker pilaar stond een grote B en op de pilaar aan haar rechterzijde een J. Ze werden Boas en Jachin genoemd. Onder haar voeten lag een maansikkel. De abt zweeg nu even en wreef zijn handen, alsof hij het koud had. In triviale zin betekent de kaart dat de toekomst versluierd is, maar dat er verborgen krachten aan het werk zijn. Hij fronste nu zijn voorhoofd en vroeg: Lijkt het u dat Johannes dit ermee bedoelde? De prior keek mij aan en wilde antwoorden. Maar de abt was hem alweer voor en vroeg de prior: Bent u wel eens in de kathedraal van Straatsburg geweest? Wist u dat sinds oktober 1956 een van de vensters een glas in rood raam heeft gekregen, waarop het visioen uit het 12e hoofdstuk van Johannes is uitgebeeld? Maria en de 12 sterren, net zoals de vlag van ons verenigd Europa. Ja, 12 sterren. Een geschenkje van de Raad van Europa. Waarom vertelt u ons dit? Ach, ik zal mij eerst even voorstellen. Hij keek nu naar de prior en zei: Natuurlijk kennen wij elkaar al van onze telefonische contacten. Ik ben Abbé Dussault. Nu pas stak hij zijn koude hand naar ons uit. Schijnheilig vertelden we de abt nogmaals het doel van ons bezoek en maakten hem erop attent dat Père Justine zijn abdij met die prachtige bibliotheek had aanbevolen. Dussault vroeg ons de kern van het onderzoek nogmaals nader toe te lichten en de prior loog erop los. Terwijl we daar zo stonden te praten, hoorden we plotseling het luiden van enkele klokken. Wilt u mij volgen naar de rechter? We gaan een maaltijd nuttigen. We liepen de kamer uit richting de eetzaal en onderwijl gaf ik mijn ogen goed de kost. Een kleine wenteltrap leidde ons in de richting van de rechter. We stonden nu aan het begin van een lange gang en hoorden het geroezemoes van de monniken. Aan het einde van deze gang, zo'n 40 meter verder, zag ik de openstaande deur van de bibliotheek. Veel tijd om ons te oriënteren hadden we niet, want Dussault liep snel de refter binnen om plaats te nemen aan het hoofd van de lange tafel. Hij verzocht ons aan zijn linkerzijde naast hem te gaan zitten. De refter was een donkere zaal met aan de noordzijde glas in loodraampjes met groen glas. Nooit zou hier zonlicht stralen. De houten eettafel was in een grote U-vorm opgesteld. Aan een van de eiken balken aan het plafond hing, boven het midden van de tafel, een enorme melkwitte lamp. Als een volle maan die zeer gedempt licht uitstraalde. De eetzaal was verder sober, zonder schilderijen aan de muren. We namen plaats en alle ogen waren op ons gericht. Ik zocht tussen de mannen de oude grijze monnik met het antieke brilletje, zoals Père Justine hem had beschreven. Helaas kwamen daar 5 kloosterlingen voor in aanmerking. Direct naast de ab, aan zijn rechterzijde, zat een grote monnik. Ik schatte hem zo'n 75 jaar oud. Desondanks had hij een krachtige uitstraling. Ik kreeg niet het gevoel dat deze monnik aan het einde van zijn leven was, zoals de indruk van Père Justine was geweest. Ook aan de rechterzijde, maar dan in het midden van de tafel, zag ik een gebrilde monnik. Toen ik hem wat aandachtiger bekeek, bemerkte ik dat hij niet verder aan de beschrijving voldeed. 2 plaatsen verderop zat een kleine en oude monnik met lang grijs haar. De man leek te lijden aan de ziekte van Parkinson, want zijn hoofd en handen trilden. Hij kon het zijn. Naast hem zat een jonge monnik
van ongeveer 40 jaar en daarnaast stond een lege stoel. Helemaal aan de linkeroverzijde van de tafel zat nog een grijze eminentie. Maar vanaf deze afstand kon ik niet goed beoordelen of hij het was. Zo op het eerste gezicht leek hij het niet te zijn. Daarna volgden er weer enkele lege plaatsen en in het midden van de linkerzijde zag ik de vijfde kandidaat. Hij voldeed aan de beschrijving. Toen hij merkte dat ik naar hem keek, boog hij zijn hoofd voorover naar het bord. Achter ons ging een deur open en een broeder bracht de abt een prachtig gebonden Bijbel. Deze ging staan, opende het boek op een met een lintje gemarkeerde bladzijde en begon hardop te lezen uit Matteüs 12, vers 33. Of maakt den boom goed en zijne vrucht goed, of maakt den boom kwaad en zijne vrucht kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderen gebroed, hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Want uit den overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten. En den boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat. Hij keek daarna de zaal in, sloeg een vluchtig kruisteken en ging zitten. Opnieuw ging de deur open en drie broeders met grote zilveren schalen in hun handen brachten het eten binnen. Het verbaasde me dat de abt juist deze passage uit Matteüs 12 las. De spirituele confrontatie tussen goed en kwaad, die hier beschreven werd, contrasteerde, als men de intrinsieke leer ervan in ogenschouw nam, met de vermeende obscure levenswandel van de monniken. Ik keek naar de prior, maar die leek in gedachten verzonken te zijn. Een broeder stond naast hem, de abt te serveren, en een schaal met vlees zweefde dansend als de parakleet boven zijn hoofd. Even later werd er zwijgend gegeten en alleen ogen hadden contact. De maaltijd duurde lang en mijn gedachten dwaalden door alle vragen die ik had, heen en weer als een slinger van de klok. Ik verlangde ernaar om in de bibliotheek ons onderzoek daadwerkelijk te kunnen beginnen, maar ons geduld werd tenminste nog enkele uren op de proef gesteld. We werden door Dussault op zijn kamer uitgenodigd voor een gesprek. U heeft vanmorgen met mij enige evidente informatie omtrent uw onderzoek naar de maagd besproken, maar ik wil graag alles van uw onderzoek weten. Opnieuw volgden we hem door de spelonken van zijn abdij. De route liep door een gang met tientallen deuren, waarachter zich de sobere kamers van de monniken bevonden. De laatste kamer behoorde toe aan de abt, en merkwaardig genoeg opende hij de deur met een sleutel, terwijl je zou mogen verwachten dat hier niet werd gestolen. Enigszins beschroomd gingen we naar binnen. Ik beging een blunder door onmiddellijk plaats te nemen op een van de stoelen bij het venster. Dussault en de prior bleven staan. Uit de wandkast haalde de abt een fles Châteauneuf du Pape uit 1978 en drie glazen die hij, nadat hij de fles had geopend, volschonk. Gaat u zitten. Pernorge heeft zijn plaats reeds gevonden, zie ik. Ik schrok ervan. Toen gebeurde er iets absurds. Dussault liep naar een groot gordijn van velour. Het leek wel een oud kazuifel. Schoof het opzij en haalde een moderne compactdiscspeler tevoorschijn. Deze plaatste hij op een tafel langs een van de muren en stak de stekker in het stopcontact. Ook zette hij twee geluidsboxen tegen de muur. Verbaasd keken de prior en ik elkaar aan. Uit een kast pakte de abt een cd en plaatste deze in het laadje van de speler. Snel liet ik mijn ogen over het cd-hoesje gaan en zag dat het een cd van Peter Gabriel's Passion was. Muziek gemaakt voor de controversiële film The Last Temptation of the Christ van Martin Scorsese. Nummer 15. Passion, het sterven van Christus. Prachtig, werkelijk prachtig. Ik laat het nummer u straks even beluisteren. Ik vroeg me af wat hij precies bedoelde met dat prachtig. Het sterven of het nummer zelf? Ik durfde het hem niet te vragen. De abt drukte op het startknopje van de speler en kwam tegenover ons zitten. Ik kende de film van Scorsese, maar kon me de muziek niet meer herinneren. Welnu, heren. Laat mij niet in het ongewisse omtrent uw onderzoek. De heilige maagd beheerst toch onze westerse wereld, is het niet? Tja, het is natuurlijk wel gerechtvaardigd om te twijfelen aan al die verschijningen heden ten dagen. Is het geen Parijs, dan is het wel ergens in een Braziliaans gehucht of Portugal. Laat ik vooral Italië niet vergeten. We moeten hierin eerlijk zijn tegenover elkaar. En zegt u nu eens zelf,
Gelooft u er werkelijk in? Hij keek ons nu beiden indringend aan en vervolgde: Waarom zien de Joden of de Boeddhisten haar dan niet verschijnen? Het betreft toch een universele boodschap die niet exclusief is voorbehouden aan ons katholieken? Ik zal het u bekennen. Ik verwacht dat uw onderzoek tot dezelfde conclusie zal leiden. Eerlijk gezegd kan ik er niet in geloven. Maria is gestorven. En hij wees nu naar de cd-speler. Waarschijnlijk kort na Passion gewoon van verdriet. Even was het stil in de kamer. Nemen we bijvoorbeeld het wonder van Fatima. Dat is toch gewoon een UFO geweest? Hij begon er zelf om te lachen en vervolgde: Het verschijnsel in Fatima is in een omtrek van zo'n 40 kilometer te zien geweest. Indien het werkelijk de zon was geweest die begon te tollen, dan bestonden we al niet meer. En wat denkt u van de kleurenspectra en de vallende rozenblaadjes? Gewoon ridicuul. Leest u maar eens de getuigenverslagen bij UFO-verschijnselen. Ze hebben het over dezelfde dingen. Ik hoorde alles niet meer, maar dacht aan mijn droom en de ufonaut die mij onderwees. De abt zaaide twijfel in mijn hart en hij leek er plezier in te hebben. Als een waar demagoog zag ik hem praten, echter zonder de woorden goed in me op te nemen. Voor mij stond één ding vast. Het was een onopzettelijke gedachte, maar deze man, dus zo, was zeker geen priester in zijn hart. Ik keek naar de prior en het kwam me voor dat zijn hart pijnlijk getroffen moest zijn. De abt pakte plotseling mijn hand en ik ontwaakte uit mijn gedachten. Zo, nu geef ik u de gelegenheid om uw visie te projecteren. Maar bij het 15e nummer van de cd wil ik u vragen om er even goed naar te luisteren. De prior schoot me te hulp. Abbé Jussot, ik denk niet dat wij hier een consensus hebben. Ons onderzoek naar de Heilige Maagd beweegt zich binnen een ander kader. Wij zien Maria als de Heilige Moeder van Jezus die de mensheid een matrix aanreikt voor onze gedachten en de keuzes die we in het leven moeten maken. En niet slechts als een vluchtige, gefingeerde spirituele entiteit, zoals u haar ogenschijnlijk ziet. Ik zal u aan de hand van een voorbeeld tonen wat ik precies bedoel. U heeft het in uw voorbeeld over Fatima. Dus zo knikte bevestigend. Toen ik net 20 was en zojuist geslaagd van mijn gymnasiale opleiding, het klein seminarium, verrasten mijn ouders mij met een bedevaart naar Fatima. Ik mocht samen met hen in de auto van mijn vader naar Portugal. Het was 1961. En in die tijd een verre reis. 4 dagen hebben we erover gereden. Parijs, Bordeaux, Burgos, Salamanca, waar wij de kathedraal bezochten en uiteindelijk de tempelierstad Toma in Portugal, waar we een hotel namen. Toen we de volgende dag de auto parkeerden op het grote plein in de Iria da Cova bij Fatima, vlakbij de plaats van de verschijningen, zag ik tot mijn grote verbazing dat de kilometerteller van de auto precies op die plek de 100.000 had bereikt. De teller stond op 0,000,000 kilometer. Tot op de 100 meter nauwkeurig. Met andere woorden, Fatima is het nulpunt. Hier werd het startschot gegeven voor mijn verdere geestelijke ontwikkeling. Vanaf die dag staat Maria centraal in mijn leven en bepaalt zij tot op de dag van vandaag mijn handelen en denken en dus ook mijn en ons onderzoek. Een verschijning is vanzelfsprekend metafysisch van aard. Uiteraard is Maria gestorven in het Heilige Land of om mijn part in Frankrijk of Engeland, maar dat sluit een astrale verschijning niet uit. Kent u de goddelijke krachten? In mijn ogen gaf de prior een krachtige repliek. Weifelend vroeg ik mij af of hij zijn reis naar Portugal ter plekke had verzonnen of dat het werkelijk waar was. Met mij had hij er in ieder geval nooit over gesproken. Alsof hij in het bezit was van de ring van Giges, ging hij verder met zijn betoog. Met steeds sterker wordende argumenten bestreed hij de visie van Dussault. Plots stak Dussault zijn hand omhoog en zei: Stilte graag. Luisteren we even naar de Passion. Hij liep naar de versterker en draaide de volumeknop op 8. De kamer verzadigde zich met indringende muziek van Pieter Gabriel. Een nummer zonder zang. Maar juist daardoor leek het lijden van Jezus zich opnieuw in deze ruimte te voltrekken. En ik dacht aan de woorden van Dussault. Maria is gestorven, waarschijnlijk vlak na de Passion. Hoe kon iemand zoiets werkelijk denken? Door wat of wie werden zijn gedachten gedreven. Uiteindelijk zijn we ruim 2 uur in gesprek geweest en ik had sterk de indruk dat ons plan zelfs meer dan geslaagd was dan we zelf hadden voorzien. Dussault was hevig geïnteresseerd in de, overigens gefingeerde, voorlopige uitkomsten van ons onderzoek.
De prior probeerde hem te paaien en hem zodoende subtiel aan te moedigen om ons alle vrijheid in de bibliotheek te geven. Ik probeerde nog een stapje verder te gaan door hem te vragen wie toch die oude monnik was die Père Justine ons had aanbevolen vanwege zijn kennis omtrent de Mariologie. Dussault peinsde een moment en antwoordde toen: Dussault misschien? Zo oud bent u toch ook nog niet? Ik denk dat het Père Sutton was of Père Luxorius. Sutton is echter ernstig ziek. Hij zal een deze dagen overlijden. Hij mag geen bezoek hebben. Dus u zult het moeten doen met Père Luxorius. Ik zal hem straks naar de bibliotheek sturen. U wilt hem toch wel ontmoeten? De prior knikte ter bevestiging. Goed, dan geef ik u nu de gelegenheid in onze bibliotheek te neuzen. Dussault sloeg zijn arm over de schouder van de prior en leidde ons de kamer uit.